Het is weer een nieuwe dag. Het is eindelijk opgehouden met regenen. Het heeft gisteren eigenlijk vanaf 's middags de hele avond geregend. Ik heb wel gewoon buiten gegeten, want het is overdekt. Maar ja, Ilja wilde dan toch ook graag buiten spelen. Heeft hij ook gedaan in de regen. Maar dan moesten wij ook mee spelen. Nou, dat hebben we ook wel gedaan. Maar goed, vandaag regent het ook weer de hele tijd, nu niet meer. Het is mijn verjaardag deel 2. Ik heb helemaal niet gezegd wat ik gisteren voor mijn verjaardag heb gekregen. Ik heb gisteren de uitbreiding van het spel Ticket to Ride gekregen. Namelijk Nederland. Ticket to Ride is een spel met treinen, maar dat is Europa. En nu hebben we Nederland. Dat is heel leuk, wil ik al heel lang. En vandaag weer een ander spel. Hanabi. Dan ga je vuurwerkshows maken. Dat heb ik 1 keer eerder gespeeld met vrienden. Dat was heel leuk. En nu, iedereen had eigenlijk een beetje een rustdag. Veel mensen. De Britten zijn weg en er zijn nieuwe mensen bijgekomen. Allemaal Esten. Het is leuk. Ja, er is daar gewoon, ja, sommige mensen hadden een rustdag. Gingen daar lekker zwemmen en zo. We hebben dus nu er nieuwe mensen bij zijn, een huis erbij gekregen. Daar is een binnenzwembad en allemaal sauna's en zo. Want Esten moet de sauna's hebben. Maar ja, Joran heeft gisteren met Ilja gezwommen. Ik vond dat, ik was niet eens mee en ik vond het al vermoeiend. Het zwembad is ook niet verwarmd. En Ilja vindt dat heel leuk. En dan krijg je hem ook niet meer weg. Maar ik vind hem altijd ook een beetje ingewikkeld in het water of zo. Het water was heel koud. En daar zijn we in het stoom. Daar ben ik toen wel mee meegegaan. Naar een stoombad. Hoe heet dat nou? Turkse stoomsauna. Maar ik weet het niet meer. Wel bad, hè? Ja. Het hoort Ilja helemaal. Wat is er? Een grote slak, zeg. Jeetje, jongens. Wat is dat, een grote slak? Ja. Wow. Beetje imbo. Daar had Joran. Ilja werd helemaal een soort zombie. Die was helemaal zo zen zo. Dat was wel lekker. Maar goed, ik wilde dat liever niet. Maar hij verveelde zich gewoon thuis. Het was niet te doen. Dus we zijn naar een dierentuin. En het is een start-up dierentuin. Dus het is, nou ja, volgens mij zei die ene, die broer van Mikkel, die zei dat meer een soort boerderij was, volgens mij. Maar wel met exotische dieren. Het is heel klein waarschijnlijk, omdat ze nog aan het opbouwen zijn. Maar ja, diertjes zijn altijd leuk voor Ilja. We zijn er even uit. Hij heeft weer even geslapen in de auto. Ik heb met de notaris gebeld, maar dat is een ander verhaal. Want dat zal ik heel even snel vertellen. Daarna gaan we die dierentuin in. Wij hebben te horen gekregen een paar dagen geleden. Dat we toch opeens, dat zou eerst ook wel zijn, dat we niet, nou ja, echt bijna een maand eerder de sleutel krijgen van ons nieuwe huis. En dat is zo fijn, want dan zit dat niet zo dicht op die bevalling. En dan kunnen we gewoon al veel eerder allemaal dingen doen. Ja, dus dat is super fijn. Oké. Now can you write it? And now you can write it together. So this is allowed. Yeah, you're allowed. Yeah. Okay, so I get started. Yay! Iets meer achter. Ja, kom maar. Nou mensen, we zitten weer op de boot. De boot? De boot. Niet de boot naar Letland. Oh nee, niet de boot naar Duitsland. De boot naar het vasteland. We gaan vandaag naar onze nieuwe plek. Ilja was weer heel vroeg wakker. Het was echt een hele pittige ochtend. Want Ilja was echt heel ingewikkeld de eerste paar uur. En toen moesten we spullen gaan pakken. Nou, toen hebben we uiteindelijk weer gewoon Frozen laten kijken. En dat ging op zich wel oké. Toen zie ik weer heel lief buiten gaan spelen. En nu zitten we op de boot naar het vasteland. En dan moeten we dan echt nog wel een eentje rijden. En we zijn allemaal, we zouden eigenlijk met 3 stellen op deze boot zitten. Omdat we allemaal naar dezelfde plek gaan.
die vrienden van ons en de broer van een van die twee. En de vriendin daarvan. Maar we zitten nu allemaal op andere boten. Want wij hadden eerst nog gewacht op twee mensen die te laat waren. Omdat de anderen al op die boot zaten. Maar nu zijn wij op die boot gegaan en nu hebben ze deze boot ook gemist. Dus hoe het nou precies verder gaat, weet ik niet. Maar we gaan die van een holiday center voor een paar dagen. Ik vraag hoe die mensen soms ooit ergens komen. Wat zeg je, Jorgen? Dus we zijn nog nooit een vliegtuig gemist. Wij wel. Ja, dat is waar, dat is waar. Oh, oh, oh. Tenminste, eigenlijk weet ik niet of we nooit een vliegtuig hebben gemist. Je kunt dat ze vragen. En bijna. Oh! Moet hij daarheen? Nee, daar is toch niet de. Nee, daar is niet het speelveld. Het speelveld is alleen maar hier bij het tapijt. Helemaal draad kwijt. Ja, en nu gaan we dus een paar dagen naar een holiday center. Daar wordt eten helemaal verzorgd. We gaan ons lekker in de watten laten leggen. Dat doe ik eigenlijk al een paar dagen, maar. Ja, holiday center. Het klinkt toch nog steeds op het woord holiday center na als een kamp. Kampgebouw. Waar eten wordt geregeld. Ja, nou, we gaan het zien. Maar... Want ik vroeg me heel erg af, wat is een holiday center? En toen ging ze dingen beschrijven en zeggen. Toen ja. Ja, ik weet niet. Maar we gaan het zien. Het is niet iets, wat wij volgens mij deden ook als ons hebben kennen. Heb ik het idee. In ieder geval niet het woord. Nee. Hoi. Dat was kamp ook voor. We gaan het zien. Doei ja. Ciao. Ciao. Oh. Oké. Okay. Gaat-ie. Gaan we. Nee, schapie. Schapie? Ja. Waar is schapie? Gaan we. Gaan we. Lukt het? Ja. Oké. Okay. Deze gaan we. Moet ik hem aan je geven? Oh, oké. Okay. Gaat hij ook van de glijbaan? Wow, die ging zo hard. Mama ook. Mama ook? Ja. Moet mama ook van de glijbaan? Ja. Dag mama. Yay! Nou, Silja weer. Gaan we? Ja. Yay. Auto. Gaan we met de auto spelen weer? Ja. Oké. Okay. Oh, Ilja, doe maar niet helemaal daarin hoor. Ilja, laat hem maar hier. Doe maar deze kant op. Doe maar daarbij. Ja? Goed zo. Ja. Nou, we zijn er met z'n drieën op uit voor een wandelingetje. Dat is nog niet eerder gebeurd deze vakantie. Jullie is het weer in het dingetje. Het gaat redelijk. Ja, we zijn ergens. Lijkt een beetje op iets op de wandeling die we vorig jaar hebben gemaakt in Tsjechië. Moerassig gebied. Dat is wel leuk. En ik ben heel moe, want Ilja werd weer om 6 uur wakker. Hij ging gelukkig wel oké slapen. Ik heb best wel lang voor zijn deur nog een spelletje zitten spelen. Maar hij was eigenlijk best wel snel stil. Maar toen was ik al begonnen met een spelletje. Dus toen dacht ik, nou, maak het even af. Dus ik heb er gewoon een uur gezeten. Toen daarna nog met Joren een spelletje gedaan. Dat was ook wel leuk. Ja, ook. En nog geen. Oh, Lima de Bongo. Goed zo, Iel. Ja, waar we slapen, het is gewoon niet zo heel erg geschikt voor kinderen. Want je hebt gewoon een kamer en een bad. Het is gewoon een soort hotelkamer. Het is wel een best wel grote kamer. Maar ja, het zijn gewoon bedden en er is een badkamer. Verder heb je niks. En ik heb vanochtend, Ilja was dus om 6 uur wakker. Dus we hebben gewoon Frozen afgekeken. Dat was nog een uur. We hadden dat gisteren al begonnen.
En toen was het al wel bijna tijd voor het ontbijt, gelukkig. Het was om 6:10 wakker. En tijd dat je daarna ging nog douchen. En vanaf 8:00 konden we ontbijten. Het eten is echt heel lekker hier. Waar we slapen. Maar ik vind het wel pittig. Want het is... Ja. Ik heb ook niet echt een woonkamer of zo, waar dan met z'n allen kunnen zitten. Dat was gewoon zo fijn. En ik ben gewoon echt heel erg moe. En onwijs labiel. Dus ik heb vandaag en gisteren al een paar keer gedacht, ik wil gewoon naar huis. Maar nu ben ik in de natuur, nu ben ik zen. Ik hoop dat Ilja het een beetje volhoudt hier, want dan is het gewoon leuk. Nou, we dachten eerst dat we dezelfde weg terug zouden moeten. Maar we konden dus ook door het bos terug. Dat was weer heel leuk. En we dachten ook, nou, dat is handig, want dan kan het kind even zelf lopen. Maar het kind wil niet zelf lopen. Het kind is vanochtend... Ik weet niet of het iets mee te maken heeft, maar het kind is vanochtend een beetje gevallen. Ik besteed er niet zoveel aandacht aan, want hij valt altijd een beetje zo, ja, oh, zielig. Maar ik dacht toen ook wel, oh, hij is wel lang aan het huilen. Ja, en toen dacht ik al... Wel helemaal niet zoveel huilen. Nee, ik dacht, doet het nou echt zoveel pijn? Ik snapte het gewoon niet zo goed. Het was gewoon binnen. We liepen de trap op. We liepen de trap af en hij is weer helemaal naar beneden. Nee. Maar dat was het bovenste treetje en dan leek je gewoon een beetje over te struikelen of zo. Maar ja, ze zien dat hij eigenlijk niet meer gelopen. Dat moet ik gaan. En nu, ja, hij wilde alleen maar door mij getild worden. Dus we hebben eigenlijk 1000 keer hem de optie gegeven. Of zelf lopen of terug in de draagzaak. Mama mag niet vloggen. Hoe doe je dat? Mama niet doen. Hij zei altijd mama doen. Ook als hij niet doen bedoelde. Dus ik heb geleerd. Ik heb hem dit echt aangeleerd dat hij er niet tussen moet zeggen. En daar ben ik heel blij om. Het was soms gewoon een beetje vaag. Want soms zei hij nee mama doen. En dan bedoelde hij papa mag het niet doen. Mama moet het doen. Maar hij zegt soms ook nee als hij gewoon iets niet wil. Dus ook nee auto. Dan wil hij niet in de auto. Dus soms was nee mama doen. Wat dat de mama het niet mocht doen. Dus... Maar nu goed, nu zegt hij niet doen. Maar in ieder geval, ja, hij wilde alleen maar naar mij getild worden. Op een gegeven moment, ja. Hij loopt ook gewoon een heel klein beetje mank, maar hij doet soms springt hij ook gewoon. Dus dan denk je, ja, zoveel pijn heb jij niet. Maar ja, uiteindelijk zag hij volgens mij wel een beetje in van ja, ik wil lopen, maar het lukt gewoon niet. En die vrouw gaat mij niet tillen. Dus toen is hij wel met weinig tegensputter in de kinderdrager weer gegaan. En nu is hij heel stil eigenlijk. Een beetje aan het nadenken over zijn leven. En wij zijn aan het dromen over ons kampeertripje. Met z'n tweetjes. Zo terug zijn we op vakantie. Maar dat is de kern van de vakanties van mij en Joren. Op vakantie zijn wij alleen maar bezig met de volgende vakantie. Dat is gewoon onze hobby. Oké, we zijn weer thuis. Het einde van de wandeling was echt... Het laatste gedeelte van de wandeling was gewoon heel fijn. Ilja was gewoon heel rustig in zijn dragertje. In de auto, oh, we waren zo moe. Toen we hier geparkeerd hebben we volgens Joren nog een half uur een beetje liggen slapen in de auto. Terwijl Ilja was helemaal niet in slaap gevallen. Dus die was ook niet echt aan het slapen toen, maar volgens mij ook soms een beetje aan het doezelen. Hi! Hey. The dog. So cute. Oké, waar was ik? Toen gingen we naar binnen en toen waren we binnen en toen vroeg Ilja eigenlijk meteen om Frozen. Maar dat hebben we dus vanochtend hebben we Frozen afgekeken. Toen dacht ik, ga een andere film proberen. En toen hebben we dus Vaiana, Disney film, hebben we echt van begin tot het eind gekeken. Echt zo knap. Dus hij kan gewoon, 1,5 uur of zo heeft hij nu een film gekeken. En dat is wel heel fijn, want hij zo moe waren. Ilja, wat voel je allemaal, liefje? Hij wil alleen maar daarheen. Ja, het is tot onweer. Het onweer schijnt niet hier te komen. Ook al horen we en zien we het wel. Maar goed. Het was wel fijn. Dus we zijn nu echt wel uitgerust. Ik moet zeggen, ik wilde eigenlijk slapen. Maar ik kon dus niet slapen. Want ik heb Vaiana zelf nog maar 1 keer gezien. Dus ik dacht, hoe ging het ook weer? Dus ik heb toch half een beetje mee zitten kijken. Maar het is nu 5:50. Dus over een uurtje ongeveer gaan we eten. En ik denk dat we hem nu na het eten wel naar bed kunnen brengen. Hij heeft echt zo, sinds 11:00 niet meer geslapen of zo. 10:30? Ik weet het niet meer.
alleen de auto op de heenweg even kort geslapen. Dus dat is wel fijn. Want gisteren bracht hem pas heel laat naar bed. Omdat hij toen tot 4:30 in de auto had geslapen. Dus misschien dat we dan een beetje een avond hebben. En dan kan Joren misschien tennissen. Joren wilde tennissen met de mannen hier. Maar ik vroeg hem om het niet te doen. Omdat ik ja, het gewoon even niet aan kan alleen met Ilja. Dan kan hij vanavond tennissen als het niet, als het droog blijft. Het blijft misschien droog.